Het is altijd een mooi moment, zo'n eerste steenlegging. Het stelt alles een beetje in perspectief. We weten nu dat we aan een grote stap vooruit toe zijn. En we hopen dat de laatste steen zo snel mogelijk gaat volgen. Sometimes I get that feeling. We merken toch al dat we een aantal jaar aan het stagneren zijn, omdat de productiecapaciteit bereikt is. En we hebben dringend nood aan nieuwe opslagcapaciteit en stockageplaats voor onze productie te kunnen verhogen. Sunrise in the east. De uitbreiding van brouwerij Lindemans is voor Helon Architecten toch erg belangrijk. Het is niet enkel een cruciaal project voor de brouwerij zelf, waar het toch om een aanzienlijke uitbreiding gaat, maar het is ook voor ons een van de grotere projecten in onze portefeuille. Het lijkt misschien, ondanks het feit dat het industriebouw is, is het technisch toch ook iets complexer. En in die optiek hebben we ook goede partners gezocht. De samenwerking met Van de Wallen Bouwgroep bevalt ons tot nu toe zeer goed, moet ik zeggen. We zijn toch al redelijk wat hindernissen tegengekomen op de werf, zoals ten andere op heel veel werven. En daar wordt zeer constructief mee omgegaan. Er is zeer heldere taal wordt er gesproken omtrent de planning, omtrent het budget en ook omtrent de technische problemen die we tegenkomen op de werf. Dus dat loopt allemaal zeer goed. Ik vind dat formidabel, hè, dat ze dus in een groene streek toch de mogelijkheid hebben gecreëerd om 4000 vierkante meter bij te bouwen met een aantal compensaties. Met een streek-eigen product dat ook het vocht van de streek nodig heeft om te kunnen gefabriceerd worden. Dus dit is geweldig. Het was mijn eerste steenlegging en ik sta wijd en zijd bekend als een erg onhandig mens. Dus ik was wel wat bezorgd, maar ik had aan mijn chauffeur gevraagd, zo'n vijs moet dat links of rechts draaien en hij zei rechts. En ik heb dan mijn linkse hand in mijn zak gehouden en zo is dat gelukt. Nee, hè. We hebben voor Van de Wallen gekozen, ten eerste voor de goede referenties dat ze hebben, ook in de brouwerijwereld. En ten tweede omdat ze competitieve prijzen hebben neergelegd en ook de heel korte opleveringstermijn.